Hands up. Drop your weapons. Drop your weapons. Kom op, dames, even opletten. Gewoon een extra video. Hallo dames en heren, een super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe weekendvlog. Mijn naam is Mark. En ik heb een visite en we gaan straks livestreamen. Iemand heeft een verrassing voor mij. Hoi, ik ben Jort. Hallo. Ik heb een cadeautje. Eigenlijk namens mij David en Stefan. Ja. Kom maar mee. Dus het is wel een lange introductie. Het is heel bijzonders, maar het is gewoon meer een dankje van... Je bent er wel voor ons geweest tijdens onze YouTube-carrière, mijn Instagram-carrière. En ik wil je gewoon daar dankje voor zeggen. Oh jee. Het is niet veel, maar ik hoop dat je er blij mee bent. Oh, leuk. Dankjewel. Dat is aardig. En biertjes. Ja, van de Gronkel. Niet gesponsord. Nee. Nou, lekker. Dankjewel. Ja, dan, ik weet, jij houdt van een biertje dus. Ja, top. Ik wil je eerst een wijntje geven, maar ik wist niet of je dat lekker vond. Oh. Nou, mijn kop was wel op. Denk het ook. We hebben een lange introductie, maar welkom bij een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mark en Jort is terug bij, dan gaan ze weer lekker livestreamen. Ja. Zo mensen, hi! We zijn met Jort en we zijn een lekker ijsje gehaald. Ah. En we gaan even genieten van een ijsje en dan gaan we zo meteen livestreamen. Yay! Nou, kijken we. Ik hoop dat er veel mensen komen kijken, dus we gaan het zien. Let's go. zo mensen, zo zijn we lekker even stukjes livestreamen met z'n tweeën. Het is best wel leuk, wat kijken die show gekeken, in ieder geval was wel super tof. We gaan een wedstrijd doen. Dus Jort tegen mij. We gaan voor elkaar een huis bouwen. Dus met Sims, dus gaan we wat van maken. Hey Jort? Goed draaien ook alweer. Dus let's go. We zijn al een uurtje verder met de livestream. Dit is wat er gemaakt is. En ja, goed gedaan. Door moi. Ja, zeker. Nou, even pauze. Ik altijd even een livestream, vind ik fijn. Dan kun je even weer even rusten. Dan heb je weer een beetje energie voor de rest van de livestream. Even wat drankjes. Dan kunnen mensen ook eventjes zelf wat drinken of naar de wc, wat dan ook. Want ik ben al 3 uur live, dus dan moet je wel even. Ja. Ben je ooit 24 uur live geweest? 24 uur live nog niet, hè. Maar dan, ik zou je zeggen, dat is het zwaarste wat ik ooit heb gedaan. Ja. 12 uur is al best zwaar. Maar dan lijkt het wel leuk, maar dan moet het wel iets speciaals zijn, weet je wel? Ja, weet je, dat weet ik. Ik heb toen bij mijn oude Twitch kanaal, heb ik toen bij de 200 volgers, heb ik toen eerst 12 uur, toen kreeg ik de 400 bij mijn oude. En toen heb ik 24 uur gedaan en toen heb ik van 10 uur ochtend tot 10 uur ochtends de dag na. En ik was klaar, ik ging in mijn bed liggen, ik was dood. Dat dus. Maar ik doe alleen 24 uur livestream, maar wel dan voor een goed doel. Dan gaat al het geld naar een goed doel. Dus ja, we gaan zo weer live over 2 minuutjes en precies. Dus, zo mensen, het livestreamtje erop. En Jort gaat nu naar huis. We zien jou morgen. Ja, morgen. Morgenmiddag. En ja, ik zie jullie ook wel morgen weer, denk ik. Ik ga nog een iets laten zien wat ik nog niet verteld aan jullie heb. Dus dan gaan we zo meteen even kijken. Dus tot zo. Bedankt. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Hallo meisje. Hallo. Leuk je te zien. Ja man. Ja, dan gaan we eens op pad, hè? Gaan we eens op pad? Ja. Gaan we de auto opzoeken? Leuk wat je bent, man. Kijk, hè? Ja, heel leuk. Hetzelfde. Doei. Zo mensen, we zijn nog wakker. Ik ben nog wakker. Ja. Maar inmiddels is Rafael hier aangekomen bij mij. En is een paar uurtjes verder. En we hebben leuk wat wietjes gedronken, wat chippies. Ja, we hebben TikToks gekeken, dus ik heb niet veel bijzonders van gedaan. Maar... Het is alweer veel zo laat. Ja, veel te laat. Kwart voor 3 dan. Ja. Zo zijn we gezellig aan. Maar ik moet zeggen, ik vind het wel een keer wel leuk om hier te zijn. Ja, zo een tijdje geleden. Ja. Laatste keer hebben we een Sjoel challenge opgenomen. Ja, precies. Of Sjoel of en een pingpong challenge. Heb je op een zin in elkaar gezet? Bierpong challenge. Dat was dan met die storm. Was het Dennis of was die andere? Dennis, ja. Ja, Dennis, ja. Ja, dan ging je in ieder geval weer terug voor de Dennis. Ja, toen gingen we een stuk ontvangen zodat het zo in de camera weer mag. Ja. Maar ja. Maar, ik zie jullie morgen alweer. Dus tot morgen. Doei. Een nieuwe dag. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Bij een gloednieuwe dag. Het is vandaag zaterdag en Raafje is nog bij mij gisteravond gekomen, zoals je zag. 10 voor 10. Ja. Maar op tijd. Ja. Was het 10 voor
tien voor één dat hij aankwam op trein en gaat in Arnhem. Ja, om altijd, hè? Ja, en dan zijn we op tijd eruit. Ja, ik was in één keer vroeg wakker, dan heb je wel eens. En ik ben wakker door liggen en vallen en ik van ja, nou maak ik toch niet meer, dan heb ik toch al wakker. Ja, dan ga ik mijn koffie zetten. Dus ja, koffie zetten en straks even een ontbijtje halen. Ik kan nog niks in huis eigenlijk. Nee, ik wist niet dat hij zou komen, dus. Nee, dat hadden we wel afgesproken, hè? Dus we gaan ook eventjes naar de andere jongens toe, die ben ik afgesproken heb om 9:05. Dus gaan we daar meeten en dan gaan we daar met z'n allen eten. Ja. En dan maak ik een gezellige avond van. Dus, precies. Let's go. En ik moet je nog straks iets laten zien, dus dan hou je het goed voor mij. O ja? Zo mensen, zo zitten we even buiten, even te relaxen. We gaan nu even zo meteen naar de supermarkt, even broodje halen voor morgen. Ja. En voor het is middag. Misschien voor straks. Ook nog, we gaan nog niet eten dus. Ja, we gaan nu zo even brunchen dan. Ja. Even kijken wat we gaan doen vandaag. Ja. Dat is nog een verrassing, dus niet echt iets in de planning staan. Maar wat gaat worden, was waarschijnlijk wel lachen. Meer genoeg. Zo mensen, we gaan naar de mooie waarding en gaan even een boodschapje halen. Dus let's go. Pak toch gewoon weg. Leuke dingetjes zo plof ze eruit laten worden. Hoi. Kijk, dit is een tompoes. Dan heb je een tom in een poes. Fucking flauw, maar gewoon maar niet uit, doei. Oké. Zo, zijn we hier buiten. We hebben lekker even gegeten, wat TikTok hebt gezien, een appeltje gegeten, koffie gedronken. Met een lekkere bakje koffie. We gaan zo even een TikTok opnemen. Ik ga een klein stukje meenemen met het proces naar de TikTok. Een stukje, dat vind je wel leuk voor de kijkers. Spannend. Hoe we dat maken. In de vlog zien en uiteindelijk komt daarna wat TikToks in beeld wat we gemaakt hebben dit weekend. We gaan er meerdere maken, dus fuck up. Let's go. Hallo mensen, zo zijn we dan weer. Hallo. We lopen even naar mijn papa toe, gaan we even hoi zeggen. Hoi! Hoi en dan doei. En dan doei. Tot de volgende keer. Je weet welke vrienden ik mee omgaat. Ja, zou we denken, allemaal gozer dat. Ja. Wel mijn mochel. Ja, dat is waar. Ja? Je bent ook mijn mochel, hè? Ja, dus tot zo mee. Hij is back. Hey. Jord is back. En ja, is nog steeds bij mij. En ga lekker chillen hier. En ga zo met z'n allen eten. Let's go. Gelukkig hebben we een edit-programma. Yay! Dapper! Oeh! Hey! Dat was Mark! Ik ben zo bang dat ik hem op zijn bal zag. Er zit nu zout in het zout, volgens TikTok moeten werken. Is harder. Zo. Even wel stabiel. Ja, hij is wel stabiel. Ja. Het kan ook gewoon een punt aan het flesje liggen. Kijk hoe dat flesje eruit ziet. Hey! Het voelt wel heel anders. Ja, klopt ja. Gert. Maar of het werkt? Nee, inderdaad. Wat doe ik mis? Smerig hoor. Ja. Wacht even weer. Oh! Ik wil het ook kunnen. Wat hebben we daar geleerd? Het is wel topcontent dit. Ik denk wel dat je het mee verzinnen. Het is te hard. Het is wel weer te hard. Nog te hard, wordt het heel beter. Ah, we gaan uit. Kom op, Raaf! Maar één keer even goed zeggen. Kom op, Raaf! Kom op! Kom op, jongen! Kom op! Ja, kom op dan!
je net. Nee! Ik ga naar binnen. Oh, doe eens dat en dan gelijk weglopen zo. Ik ga er echt een keer proberen. Dat is wel gelukt! Nou, ik merk wel, het gaat nu wel. Ja, dat is wel voor hem. Geen toe, die was wel mooi. Ja. Ik denk dat het gewoon naar beneden werkt, hoor. Zwaartekracht. Oeh. We willen niet de heim mee me gooien, dan ga je naar de IJsland toe. Dus, ik zal gewoon hier blijven. Ga maar. Wat is hij? Hey joh! Ik gooi hem, jij moet de vangen, goed? Oké. En dan hier op het dak zo. Welke dak? Eerste dak of tweede dak? Komt ie! Leg daar. Fuck! Had je dat gefilmd? Ik wou fucken, ik stond hier en ik wil omhoog springen. Hoi omhoog! Nee, jij raakte mij niet. Ik raakte mij. Helemaal nat voor jou. Oh ja, weet ik. Kijk, jongen. Echt zo tegen dat je hem gewoon weg gaat schieten, hè? En dan ligt hij in één keer niet meer hier in de buurt. Ik denk ook, ja, ik heb een ander flesje. Nee, ik het ook. Tegen de camera. De camera doet ook mee. Het is zo jammer dat ik dat moment niet. Dat zie je waarschijnlijk op de film zo. Zo, we zien we hebben wat lol hier, dus let's go. Ik had hem! Kijk! Ik was ook gewoon echt zo'n god. Zo is het vrij speel zo. Ah, dat is fucking zo pijn! Drie keer raden wie die fles heeft gemolkt, ik niet. Dat is... misschien kunnen we wel even leuke challenge bedenken om op te nemen. En blijf van mijn kant af, jij. Nee. Wacht even. Oh. Dat was het. Kijk jongens, dit is wat leuk. Dit is dus hoe je het niet moet doen als je een hoeren bent. Try it not home. En dan niet in een klein appartement als mij. Nee, hij wou van daar. Daar, die trap gaat nog goed. Maar... Even uitleggen. Misschien kan ik die beelden van Mark nog even krijgen. Maar Mark stond op die trap. Op die trap daar zo. En ik ga even achter hem aan, weet je wel. Ja. Nou, maar ja, weet je, Mark... ja, die... Toen kwam de grip weg, maar gelukkig maar geen pijn, vandaag wel, Mark. Ja. Geen pijn? Nee. Nou, dus Mark, vertel eens even wat we nu gaan doen. Wel voorzichtig zijn met op hoge dingen en dat doen, zeg maar. Mark. Bijvoorbeeld mij, we gingen naar het busstation toe. Ja. Dus kunnen we nou, hoe laat in? Dus nu volgens jouw telefoon. 16:41. Als we dan rond 5 uur dan gaan eten. Kunnen we zo daarna gelijk door naar die station daar. Ja. Dat je. Nou, geen pijn. Jongens! Jongens! Gewond! Gewond! We zijn naar het busstation lopen, daar gaan we nog meer van die filmpjes maken, dus blijf vooral kijken. Ja. En daarna gaan we lekker eten met z'n allen. Maakt wel een leuke dag. Ik vind het leuk. Ja, ik vind het ook zo leuk. Zie je, Jordi is er meteen en wat doen we? We zijn helemaal gek. Hij flikkert! Ja. Maar was het ook niet expres of zo, hè? Nee! We gaan hier naar res. Oh ja, kut. Dat vergeet ik. Maar zoals bij Enzo Knol is voor mij de meeste views bij dat hij op de grond ligt met die fiets. Ja. Dat is de meeste views. Ik bedoel dat hij op zijn probeert op zijn maar dat je stuur te staan. Ja. Als je maar niet zegt van nee, dan gaan we niet nog een keer doen. Wat? Dat zijn wel echt.
Dat ik hier niet wacht meer mag komen naar kamer zo. Dat zeg ik niet. Flipcheck. Tuurlijk niet. Vier. Je vriend. Twee jou en Marty. Kan je liever? Ja, jou en Marty. Dat is gezellig zo. Die vrouw denkt nog, wat vraagt ze niet aan het doen? Hoezo anderhalf meter afstand? Zo! Nou, wilt u ook meedoen? Ja. Ja, waarmee? Luister, nou, we zitten lekker in Wageningen hier. Dus we gaan lekker chillen hier zo. Dus dat zo, doei! Dus zo, zijn we bij station Wageningen. En wat gaan we hier doen? We gaan hier aan bollenflip. Bollenflip. Leg hem ook precies weer op de verkeerde kant. Rust, bal. Stink maar. Stink maar. Bedankt. Ik heb altijd water denk ik. Video, Jordi is nat. We gaan naar de Datzak. Oh nee. Het is niet gelukkig om hier onze challenge te doen. Nee, fles waren snel op. Ja, fles zijn nu al leeg, dus we gaan hier friet halen. Lekker. Dus lekker. Een eten. Moet je volgens mij wachten even tot ze naar binnen mogen. Ja. We kunnen ook hier wachten, gewoon thuis wachten. Oh, godverdomme, toen jij wat vind je tot nu toe van het weekend? Zeker leuk. Kokken. Zelf. Ja, het is gewoon een beetje lekker een keer klooien. Ja. Ik mis ook wel met Twantje met koken hoor. Ja, zeker. En volgende keer met Twantje erbij. Tuurlijk. Zo mensen, zo hebben we eten. De jongens zijn nog wel even snel naar de Action gelopen. Want ze hadden nog een ideetje om te doen straks nog. Dus dat gaan we doen. We gaan eerst lekker eten. Dus dan zien we zo'n dit thuis. Dan gaan we lekker eten. Zo. Nou, zomaar de best niet. Dat was één van de 500. Jord gaat mij een trucje laten zien met water, dus ik ben benieuwd. En als je vraagt waar Rafa is, Rafa is de cameraman. Ja, dus ja, Rafa, wil jij even filmen? Jo. Okay. Let's go. Oké, we leggen hier wat water neer. Ja. En laat ik hem nu verdwijnen. Precies wat hij zegt. Kak! Kak! Ja, wat te snel door. Hé, dat ga je wel goed, toch? Hij loopt het, ja. Ja, hij trapt er niet in, jongens. Hiernaast. Maar je kent hem niet. Nee. Ja, hij van mij hebben we wel eens gezien, jongen. Ah ja, hij dacht het eventjes. Maar ja, ik ben nog niet nat. Straks worden we waarschijnlijk kei en kei nat. Ja, dus, ik ga het zo gooien. Ik gewoon vandaag om mijn pech dan. Ja. Oh! Hé, je had hem afgelopen. Wat is er een zo mensen, welkom bij de waterbongevecht. Hallo. Ik hoop dat je goed kunt samen. We gaan waterbon nog als afsluiting van deze dag houden. Ja. Dus ja, kijk, we gaan overgooien. Ik hoop dat je het goed kunt zien. Ik hoop dat het goed gefilmd wordt. En we hadden één waterbond gelijk. En we hadden er meer. We hadden een stuk of vijf. Iemand zat hem neer. Ja. Ik zeg hem gewoon een stukje gras. Ja. Jullie staan er even op elkaar, hè? Nee, als je bij jou knapt, heb je een andere punt. Ja, ik wil even, als er één knap is, ook even kijken hoe het beeld zijn. Dan laten we wat harder gooien. Oké. Okay. Yes! Yes! Yes, of wat nou? Twee punten voor ons. Ik is wat nachts voor de maak. En ja, die minste min 1 is dan. Ah, twee. Kut, ik zei toch, die gaat snel klappen. Hebben we nog wel een 2? Oh, yes! Min 1. Ik begrijp ook helemaal nacht. Ja, daarom. Daarom is dit zo leuk. Want als je hem één keer te hard vangt, snap je wat ik bedoel? Ja. Dan lig je gewoon. Dus min 1 en min 2. Ja. Ja. Oké. We hebben een verrassing. Wie minst hebben, krijgt deze soko's heen. Dus dat is best wel gefilmd. Gast, wie minst wordt geraakt? Nee, die het meest wordt geraakt. Je zei minst. Ja, maar je hebt min. Dus, ja. Ik ben er min 2 nou. Oh ja. Hij min 1. Ja. En wie het min, ja, meest... Mensen bij de nul, zou ik maar zeggen. Ik ga normaal gooien, ik doe dat ook.
devil! Goed zo, ik heb hem al Min 3. Power! De zus staat nu min 1, min 1, min 2 nog. Jongen, ik heb een beetje stijf tegen. Wat had hij bij jou knalt? Nou, min 2. Min 2? Min 1? Hey, ik sta even, ja, even eerlijk, vind je dat die telt of niet? Ja, wel. Ik vang hem nu. Normaal vang ik alles. Van mij min 3. Oh, goed. Ik kan. Ja, maar dat is Min 3. Jij gaat er voor me krijgen, man. Hij is nog niet 1, toch? Ja, hij was er niet 1. We moeten even samen gaan werken. Oh, oké. 3-3-3. Oké. Gaat lekker zo. Dus jullie nemen... Waarom kijk jij de water om? Nou weer iedereen van zich. Omdat wij wel willen. Want nee, als, het niet. Het doet me helemaal niks. Het kut is, als wij nu verliezen, moeten we al een paar. Als we. Huh? Als we nu gelijk staan, kunnen we gewoon terug. Maar we gewoon het eindje. We hebben nog 2 hierna. 2? Of 2, Mark? Je hebt 1 naast of 2. De rest ligt allemaal daar. Oké. Dus De laatste. Ik weet het zeker, ik word de lul, jongen. Ja, iemand wordt de vierde en die krijgt ook een ding. Ik denk, ik heb ook het jij wordt nu heel lullig geraakt. Ja. En dat is wel 3-3, hè? Ja. Zie ik mij niet meer. Jij hoort hem. Kijk, zie je? Nou heb ik een de verliezer, hè? Dus, De verliezer is Jort. Ja, helaas. Ik zei het toch? Ik vind het koud. Ja, wat denk je van mij? Het staat er wit. Ik heb een pief. Wat is dat? Hoor je dat tof? Geef dan een duimpje omhoog en abonneren op mijn kanaal zeker. En op het waren het hulp niet vrede. En op. Jort. En op Jort. Ik vond het wel voor je. Filmt. Actie. Nee. Zo even goed pompen. Ah, ik ben weer gek. Maar je merkt maar één keer de pompen. Het is koud! Nee, wat dat is! Jij hebt hem ook nat gespoten. We mogen nog even... Ah, kut! Die kreeg je nog terug. Maar we gaan terug naar huis, gaan aan de locatie hier meteen. Ja, voel je helemaal niet kapot. Ik hap hem. Zo mensen, nieuwe locatie. We gaan nog een ronde. Hands up. Drop your weapons. Drop your weapons. Kom op, dames, even opletten. Ja, hij denkt het. Je kan hier ook gewoon een extra vindie. Fuck, kunnen. Allemaal bloopers. Ja. Bloop. Oké, okay, we gaan verder. Nou, we gaan nog een ronde overgooien. En dan die, Oh, missen. Als iemand 3 keer geraakt heeft, krijg je een spuitje water. Dan krijg je dit. Dan krijg je dit. Ah, teringhond.
Dus veel kijkers. Nu heb je het zelf gezien. Oh, wacht. Hier knalt hij ook gelijk ook, hè? Ja. Want ja, steen. Nee, nee. Daar gooi je hem ook echt aan het lekker op. Goed, ja. Oké, okay, ga verder. Jij had echt heel... Wat is het twee ding? Yes! Met hooi. Met twee. Ik denk dat wij mogen hebben bij jullie. Yes, mooi. We gaan die blonde wel hard hebben, weten jullie. Ja. Oké, okay, win 2, min 1, 0. Kom maar! Ja. Ik. Ja, ik ook hoor. Ja, jij ook. Oké. Okay. Nee, gewoon voel je gezicht. Ja, dan doe je de brommen af, maar. Oké. Okay. Ja, dat kan toch wel aan hebben. Wie mag ik? Oké, naar 102! Jij! Ik wil mijn foto even goed! Ja! Je had hem kunnen hebben! Ja! Maar is wel laag? Win 1 voor jou. Ik heb hem ook op 2 keer zo. Van wie? Win 1 voor jou. Oké, ga je terugkrijgen, pik? Nou, ben je even neer. Oeh, afgekut. Ben je serieus? Ja. We kunnen zo blijven doorgaan. Ik ben 1 en 1. Dat is wel leuk. Wie wil je dat naar je toe gaan toevoegen? Nou, dat gaat een half jaar duren. Ja, ik ben 1. Ik heb er water in mijn ogen. Ja, zeg maar. God, ja, maar ja. Was hij was... Hij was te dichtbij. Bij mij. Min 1? Ja. Oh, dit is zo'n... Ja, ik voel hem al. Even uitstrekken, dan gaat hij sneller. Ik wil wat druk op, hè? Zo'n kutte. Ja. Als je te hard gooit, dan... Die gaan wij naaien, hè? Oh, gaan we hard gooien? Ja. Ja, maar, nee, ik zag het! Ik heb geen bril. Geen bril, hoor. Ik heet hem al, nee. Nee. Hoe ben we er nog? 4, 5. Nou, je mag hij nemen. Nee, wel. Jongen! Yes! Kom hier met die waterkut!
Die kijk je terug! Ja. Ah. Ja. Ik ga niet nog een keer hoor. Ja, hij mag wel ook. Ja, nee, we doen niet nog een keer opnieuw hoor. Bij mij komt ook elke keer gewoon zo'n grote straal uit. Hoeveel hebben we er nog? Ja, moet wel even af, denk ik. Fuck. Is dit de laatste ronde? Ja. Deze ronde maken we wel even af dan. Moet je goed kijken. Jongen. Hij was gewoon goed hoog, toch? Ik heb nog Ina nog twee. Nee! Hij voelde wel een nat al aan. Nee, nee. Dat niet aan mij! Ik heb er nog twee, hè? Ja? Oh, er zullen nog twee mijlen aankomen, zo denk ik. Mensen willen gewoon niet mij! Ja, echt al moeilijk! Is het nu voor hem min 2 of voor mij min 1? Ja, had je wel kunnen hebben. Ja, het is wel waar. Ik neem wel min 1. Oké, okay, nou iedereen min 1? Ja, dit is de laatste. Dit is de winnende ronde. Dus als je nu een night, dan... Ja, die wordt dan nog gemaakt. dan vind ik het ook wel klaar. Ja, hij is nog de enige die nat is, dus ja. Mag het? Oh. Ja! Ja! Waar is dat ding? Wacht, Mark. We zijn allemaal een keer nat geweest. Ik ken jou! Ja, niet waar. Ik heb het nog bij u. Kan weet je, het kut is, je weet niet waar die komt. Ik zal je ook maar dichthouden. Ja, 1, 2, tot 1. Ah, dat was gewoon mijn haar, dat is nog een chill. Dus geef me helemaal een duimpje omhoog als we de video nog een keer moeten maken. Dus laten we weten. Ja. Dus test op. Doei. Zo mensen. Dat was leuk, eventjes met de waterballon spelen. We gaan nu wat TikToks opnemen. Dus dat gaan we nu doen. Dus let's go. Goedemorgen! Hallo. Hey, love you. Hallo, Matje. Hey, love you. En Mike, we gaan jou missen. Ja, je ook hoor. Ja. Vandaag is alweer de dag naar huis te gaan, jongens. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. En alles komt aan een eind, hè Mike? Ja. We zijn net maar een beetje aan het wakker worden. We hebben lekker een ontbijtje klaargezet voor Raafje, mij. Dus we kunnen lekker van ontbijt gaan genieten zo. Oh, lief van Mike. Ja. Ja. En ja. En dan is de dag dat we afscheid nemen van Raafje vandaag. Nou, we hadden een uurtje of twee naar huis. Ja. Maar ik heb wel een leuk weekend gehad. Ja, ik ook. Echt vermaakt. Veel gedaan. Genoeg. Dus. Het was nog laat geworden, want we waren nog editen en we gaan nog een spelletje spelen. Dus het was een nieuwe of drie dat we naar bed gingen. Ja. Maar ja, voor gewoon niet zo erg eigenlijk. Nee. Gewoon erg gezellig gaat, vind ik toch? Ja, zeker. Soms vind ik het wel heel erg als ik klaar naar bed ga, maar soms ook weer niet. Ja. Je wordt alleen zo, je slaapt zo vast dan zo één manier. Nou. Oké, goed, laat was jij wakker dan 10 uur? Ik was een keer om 7 uur wakker. Dan heb ik weer slaap gevallen. Maak je altijd zo'n ochtendritme, weet je, maak je werk dan, ja, zeg maar. En dan weet je vroeg wakker en maak. Mm-hmm. Dat is. Maar we gaan lekker naar de ontbijten. Ja, dat doen. Anders worden croissantjes koud. Ja. Dat is het ding. En gaan we voetjes ook trouwens, dus daarom moet ik even omkleden. Doei. Goedemorgen, wel lekker ontbeten. Ik wil een vriendje laten zien, die vaak in de show gaat tegenkomen nu. Want ik heb een huisdiertje gekocht. Hallo. Uitje, goedemorgen. Hij zit nu hier in mijn hoodie. Daar heb ik hem verstoppeld. Eens kijken of hij eruit wil. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Nou, geef groot applaus voor Hamtaro. Dit is Hamtaro, ik heb een hamstertje. Een lief, hè? Ja, voor het eerst in een vlog. Ja. Dus ja, dat is de nieuwe familielid van mij.
We gaan, gaan ze ook nou even in de bal stoppen. Dan kan hij eventjes zijn energie kwijt. Dus let's go. Hallo meneer. Dat dus. Dus geen duimpje omhoog voor Hamtaro. Dus ja, een nieuw familielid. Zo mensen. Zijn we denk ik bij het einde gekomen van deze vlog, denk ik. En een beetje TikTok in opgenomen. TikTok net opgenomen. Leuk. Raaf gaan we zo naar het treinstation brengen. Dus gaan we de afscheid meteen bij het treinstation eventjes nog. Maar... Helaas. Ja, we hebben net wat TikTok opgenomen eventjes. En wat de video's klaar geëdit voor hem. Ja. En we hebben daar ontbeten. We hebben een tompoesje gegeten nog eventjes. Lekker. Maar alle leukste komt aan het eind. We gaan Raafje wegbrengen naar de trein. En ik vond het in ieder geval een leuk weekend om een keer weer hier te zijn. Ja, zeker. Gewoon even een beetje plezier maken. Oh, dat is plezier. Huh? Ja, zeker. Dus ik hoop dat jullie het ook leuk vonden nadat ik er was en ja, een leuke ja. Bord hebben gemaakt. Laat een duim achter voor hem. Ja, en vermaak. En abonneer op hem, hè. En check hun beschrijving bij mij onder. Dan zie je het kanaal ook zien. Oftewel, trouwens, ja. Dus tot zo. Zo mensen. We staan weer op het mooie station Ede-Wageningen. We gaan het in Raafje op de trein zetten. Dus ja. Let's go. Raafje missen. Ik ga even missen. Jammer hè? Ga raar als je op de trein zet, jongens. Ja. Dat is weer een leuk weekend maken. Ja. Dus tot de volgende vlog. Tot de volgende vlog hè? Yes. Doei doei. Doei. We hebben hier met de trein. En volgende keer ook met Twantje erbij natuurlijk. Dat ja. Dat hopen we dus. Dus volgende keer Twantje. Volgende keer Twantje. Wauw, dat ben je. Ja. Kun je de zolder pakken? Ja, deze gaat niet even. Zo mensen, en zo ben ik weer lekker thuis. Rafael zit op de trein richting huis. En zo is het ook weer de einde gekomen van deze vlog. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vinden jullie dat tof? Begin jullie een duimpje omhoog te doen. Ben je nieuw, abonneer je hier op mijn kanaal. Dat is helemaal gratis. En dan kun je op de hoogte zijn van nieuwe vlogs en video's. En zet ook gelijk dat belletje aan. En dan mis je geen enkele melding als ik een nieuwe vlog upload. Ik wil je bedanken voor het kijken. En ik wil Rafael bedanken dat hij er was. En Twantje natuurlijk ook. Jord bedankt dat hij er was. En ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. En graag tot bij de volgende vlog. Later.